De EU-ambassadeur voor Suriname en Guyana, Fernando Pons Canto, heeft samen met zijn directeur Brian Glynn een aantal nachtreflectoren overgedragen aan Gracia Fallis Ormskerk, directeur beroepsonderwijs. Volgens chef verkeer van het KPS, Rachel Deekman, die bij de overhandiging aanwezig was, is de politie dankbaar voor deze geste, omdat veiligheid een prioriteit is voor het korps. Glynn zegt dat de veiligheid in het verkeer in elk land heel belangrijk is. U zullen het met mij eens zijn dat wij ons sterk maken of wij ons sterk mogen maken als wij praten over verkeersveiligheid. En wanneer we praten over verkeersveiligheid, dan is het eerste waar we aan denken, verkeersveiligheid begint bij onszelf. Nu met deze geste wil ik aan deze plaats uit jullie uitnodigen om heel goed gebruik te maken van deze bandjes die ons kunnen helpen om vooral veilig deel te nemen aan het verkeer. Vanuit deze plek wil ik een geheimje aan jullie vertellen. En ik weet zeker dat het IMP, jullie weten, we hebben nu een korpschef en een IMP, die maakt zich sterk om nu verkeersvoorlichting naar jullie te brengen. Het is heel belangrijk en heel belangrijk voor ons. In Europa, 50 of 60 jaar geleden, waren er heel ongelukken. Omdat de mensen kunnen niet gezien worden. En met deze reflectoren, deze veiligheidsreflectoren, de kinderen die naar huis gaan in de donkerheid, ze hebben dit mogelijkheid om gezien te zien. Gracia Fallis Ormskerk deed een beroep op de leerlingen om goed op zichzelf te letten, ook al gebruiken ze de reflectoren. De leerlingen die de reflectoren kregen, vinden het een goed initiatief van de organisatie. Als we kijken naar wat er allemaal gebeurt in het verkeer, soms is het dat de bestuurder fout is, soms is de voetganger fout, maar als het gebeurd is, als het eenmaal gebeurd is dat je ergens in problemen ben geraakt of zeg maar een aanrijding heb gemaakt waarbij het een vervelend afloop heeft, dan is het wel treurig te noemen. Treurig voor de nabestaanden, maar ook treurig voor jezelf, vooral als je ongeluk hebt gehad, weet je? En daar moeten we mee voorzichtig omgaan. We moeten gaan letten op onszelf, jullie jongeren. Ook al ben je op een zebrapad. Het initiatief, het is een vallig leuk, informatief en handig. Denk je dat je dit nodig hebt? Ik ga niet zo vaak op straat, ik mag nauwelijks, dus niet echt. Wat je hebt? Het is handig. Denk je dat het inderdaad kan werken als je op straat bent, dat men je goed kan zien? Hangt er vanaf waar je draagt. Houden automobilisten en zo rekening met voetgangers? Niet altijd. Dus jij denkt dat dit heel goed van pas komt? De nachtreflectoren zijn geschonken aan leerlingen van de P.J. Berkeveld School.